Er moeten strategische doelen bereikt worden binnen het nieuw onderwijssysteem. Om sturing te geven aan deze vernieuwing is vandaag een onderwijsbeleidsdocument gelanceerd. De lancering is bedoeld om belanghebbenden te informeren over de richting die het vernieuwd onderwijs opgaat. Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Henry Ory, vertelt meer over deze vernieuwingen. Je moet weten waar je naartoe gaat en welke acties interventie moeten gebeuren. En ja, het zijn issues. Het heeft te maken met het financiële plaatje. We zullen de politiek moeten overtuigen, president, u en ik, raad van ministers, onze parlementariërs, om voor het onderwijsbeleid de problemen die er nu bestaan en in de toekomst komen inderdaad wat accent te gaan leggen. Welke prioriteit gaan we geven aan het sector onderwijs? En dat betekent, we gaan keuzes moeten maken. Er zijn zoveel zaken, en de president zal het ook uitleggen, dat we dat zien in onze dashboard, dat we moeten gaan zwaar gaan investeren in ons onderwijs. En dat zal maken dat wij inderdaad de ontstaande gaps en de ongerieven waar u het over heeft maken. Klagen en vingerwijzen en beschuldigen gaat niet helpen. Gaat niet helpen. Waar we naartoe kunnen, hoe kunnen we het positieve uit ons allen halen? Om die richting te ondersteunen en situationeel inhouden met elkaar. En dat zijn goede dingen te doen. Met het oog op de toekomst is de bewindsman hoopvol op een positieve toekomst voor het onderwijs. Dit beleidsplan zal gemonitord worden en waar nodig onderhevig worden aan veranderingen.